Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij een video maken voor verveeltips voor de zomer. Alleen er is één... Verveeltips? Oh. Het is om je te vervelen. Wat moet ik zeggen? Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag geef ik jou tips voor wat je in de zomer kunt doen. En als je toch aan het kijken bent, vergeet dan vooral eventjes niet te abonneren. Want elke zondag en elke donderdag plaatsen wij een nieuwe video. En dan ben je meteen op de hoogte van al onze nieuwe video's. Laten we beginnen. Wat ik deze zomer ga doen met mijn familie is naar een recreatiepark bij mijn zus in de buurt. En dan gaan we allemaal lekkere dingen maken. Laatst zag ik in zo'n boekje van de supermarkt zag ik een recept voor limonade en voor lekkere broodjes en kies en dat soort dingen. Dat gaan we maken, nemen we mee in een mandje, kleedje erbij, hond mee. En dan gaan we lekker picknicken. Oh, lekker. Ja. Je kunt ook picknicken in plaats van op een recreatieteam. Voor mij in de buurt, ik woon in de omgeving van Nijmegen, heb je Waalstrandjes zijn dat dan. Dat zijn gewoon kleine strandjes. Dus je kunt ook je picknick meenemen naar een strandje. Ja. Daarnaast kun je ook verder experimenteren met eten. Misschien maak je altijd pasta met tomatensaus. Maar probeer nu bijvoorbeeld online een leuk recept te vinden. Waarin jij wordt uitgedaagd om een keer iets nieuws te proberen. Misschien wel met een heel ander sausje of... courgette. Ja. Dat is goed. Lekker. Ja, ik heb een, je kunt nou bij de Blokker voor... tientje, 15 euro een courgette snijder halen, waarmee je dus heel makkelijk sliertjes, courgettes en dat zeg maar halen. Dus dat is zeker een tip voor deze zomer. Want daarna is ook echt super leuk om te doen, dan zeg ik het zelf. Het is een beetje om je inner child naar boven te halen. Maar dat is ijsjes maken. Dus het enige wat je doet is een soort van siliconen ijsvormpjes kopen. Dat kan je volgens mij gewoon bij de Lima of een Action halen. Ja, overal. En dan neem je gewoon vers fruit en een beetje limonade, doe je allemaal erin. Even in de vriezer, heb je gewoon je eigen ijsjes. Echt super chill. Ja, ja. Als echte make-up liefhebbers zijn René en ik natuurlijk dol op kijken van tutorials. Dus dat is zeker iets voor als je verveelt deze zomer. Probeer dan bijvoorbeeld een keer die hele speciale ooglook. Want je hebt toch alle tijd in de zomer. Dus als het misgaat, doe je het gewoon nog een keer. En als het dan nog misgaat, doe je het nog een keer. Maar niet uit, je hebt tijd zat. En als dan de zomer afgelopen is, dan kom jij weer op school of op je werk. En dan kun je iedereen gewoon helemaal versteld ontstaan van jouw make-up skills. Wat bij mij nog op mijn bucketlist staat, is om mijn wekker heel vroeg te zetten. Ik ben een ochtendmens, maar... echt 5 uur of zo te zetten en dan een zonsopkomst te zien. En bij mijn Wear app op de iPhone is dat in ieder geval, kan je ook zien hoe laat de zon opkomt. En dan kan je dus goed zo je wekker instellen. Dat lijkt me wel een soort van romantisch om een keer te doen of zo. Om de zonsopgang te zien. Ja. Je kunt natuurlijk ook uitgaan, hè? Gewoon net zo lang wachten dat de zon opgaat. Nou, mijn bucketlist is eigenlijk dan, als we het toch over bucketlist hebben, niet zozeer van opstaan, maar ik zou graag meer yoga willen doen. Dat je daar gewoon heel ontspannen wordt, heel zen van. En neem bijvoorbeeld juist die zomervakantie om meer leniger te worden. Want yoga wordt je sterker, maar ook leniger. En in de zomervakantie heb je juist de tijd om op je gemak. Je gewoon helemaal zen. Je hebt geen stress van school, dingen die je verder nog moet doen. Dus gewoon om zoiets op te pakken. Of misschien hardlopen als je dat leuk vindt. Kun je echt hardlopen oppakken. Gewoon iets wat je gewoon ja, even je energie in kwijt kunt. Om daar even op door te gaan. Je kunt ook iets van een cursus doen. Dus vast wel iets van een wijkcentrum of een soort kunst- en cultuurinstituut bij jou in de buurt. Waar je in de zomer bijvoorbeeld 6 weken lang een cursus of iets kunt doen. En stel je vriendinnen zijn heel veel op vakantie, dan kun jij gewoon daarheen. En ontmoet je allemaal nieuwe mensen en leer je iets nieuws. Je kunt ook een taal gaan leren. Ja, taalcursus. Of iets van dansen of wat dan ook. Ja. Wil je nou deze zomer iets goed doen en iets voor een ander doen, ga dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Op dit moment is natuurlijk heel de situatie met de vluchtelingen. Misschien kun je voor hen iets betekenen. Ik ken iemand die doet gewoon hele kleine dingen met ze. Gaat gewoon een keertje met die mensen eten en even langs. Maar het kan ook gewoon bejaarden zijn. Misschien is het wel je buurvrouw die naast je woont, die al oud is en behoefte heeft aan gezelschap. Honden uitlaten. Ja, gewoon probeer te kijken of mensen je kunt helpen. Misschien is het wel gewoon je moeder. Dat je gewoon je moeder kunt helpen met de dingen in het huis. Een keertje boodschappen doen. Doe een keertje gewoon iets voor een ander. Of zoek inderdaad een vakantiebijbaantje. Verveel je nou echt heel erg deze vakantie? Is iedereen op vakantie van je vriendinnen? Ben je alleen? Zoek gewoon een bijbaantje. Er is altijd overal genoeg te doen. Misschien vind je niet alles even leuk. Maar zo ben je wel lekker bezig in de vakantie en verdien je geld. Dit waren onze anti-verveeltips. We hopen natuurlijk dat je het hartstikke leuk vindt. En misschien dat je wel deze tips gaat opvolgen. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en een reactie te laten onder de video. Misschien heb je nog tips voor andere meiden. Dus het is natuurlijk super handig dat we nog wat extra inspiratie op kunnen doen. En dan zien we je volgende keer weer. Doei! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe week Weight Watchers. Vergeet je trouwens allereerst niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Want elke donderdag en zondag vind je daar een nieuwe